Wist Rutte nu wel of niet van de misstanden rondom Coverdaas toen hij hem aannam als staatssecretaris? De provincie Gelderland zegt vandaag zeker te weten van wel, maar Rutte houdt, net als het vorige debat hierover, voet bij stuk. Waarom zo liegen? Zo liegen? Heb jij dan echt geen grijntje fatsoen? Meneer Rutte, heeft u nu wel of niet de informatie opgevraagd rond het nieuwe feit van Coverdaas bij Gelderland en heeft u die ook ontvangen? Wat ik heb omgevraagd, wat ik ook in het Kamerdebat heb gezegd, is de informatie over het WOP-verzoek wat liep, dus de wet openbaar bestuur. Dat is een zaak die liep bij de Raad van, of loopt nog steeds bij de Raad van State. Die hebben we toen gekregen. En het dossier van Gelderland ging over de dienstauto, zoals ik ook in het debat heb gezegd. Maar er blijkt nu uit een notitie van Gelderland dat daar wel degelijk de nieuwe feiten in naar voren kwamen. Nou, dat dossier ging over de dienstauto. Nou ja, ik dacht wel dat we zo langzamerhand het hoofdstuk rond Verdaas wel gesloten hadden. Maar blijkbaar is dat niet zo. Blijkbaar blijkt er toch nog informatie uit Gelderland gekomen te zijn. Als dat klopt, dan heeft de minister-president niet de volledige waarheid gesproken. Dan heeft hij daar wel over kunnen beschikken. En dan had hij dat ook moeten lezen, had hij dat moeten weten. En dan had hij dat mee moeten wegen bij zijn beoordeling of Verdaas die positie wel kon krijgen. Gelderland zegt dat ze het wel hebben opgestuurd, zelfs op verzoek. De minister-president zei, en ik hoor nu van u dat hij dat ook vandaag nog zegt, dat dat niet zo is. Dus daar moeten we opheldering over hebben. In die notitie staat toch echt letterlijk dat u die nieuwe feiten, dat die wel naar u gestuurd zijn? Ja, de nieuwe feiten over de dienstauto. Dat dossier hebben we gekregen, als mede, nadat we daarna gevraagd hadden, de informatie over het WOP-verzoek. Maar ook over de twijfel over het onrechtmatig declareren? Nogmaals, we hebben geen informatie gehad over de privédeclaraties. Is het nou makkelijk voor hem om dit te blijven ontkennen en om er dan ook mee weg te kunnen komen? Of zou dit wel uit kunnen moeten komen? Ik denk dat dat niet vol te houden is. Als het erin gezeten heeft en als hij er kennis van had kunnen nemen, dan zal dat ook blijken. En dan kan hij daar ook nog een probleem in overhouden. Dus u blijft daarbij dat u dat niet gehad heeft? Zo is het. Denkt u dat Rutte de kerst haalt? Zeker de kerst. Dan gun ik hem ook een paar dagen vrij. Heeft hij wel nodig ook, denk ik, hè? Hebben wij denk ik allemaal nodig. In het land ziet iedereen hem toch steeds meer als aangeschoten wild. Als iemand die steeds meer deuken oploopt. Nou, misschien des te meer aansporing voor hem ook. Om elke dag te laten zien dat hij dat vertrouwen waard was. Om te laten zien... Was. Dat vertrouwen dat we gekregen hebben op 12 september. Dat was hij waard, dat klopt wel, ja. Nee, dat is hij waard. Voelt u zich inmiddels niet een beetje aangeschoten wild? U bent zo negatief de laatste tijd. Is het negatief, ja? Nee, vroeger had u nog wel eens leuke vragen, maar het is de laatste tijd zo zuur. Ja, maar het komt ook een beetje door... Ik heb nog een verwachting opnieuw, dan denk ik van, waarom nou? Maar het komt ook een beetje door uw situatie nu, want nou, dan moet u straks ook weer naar de Kamer komen als het gaat om meneer Wekers. Ja, dit stapelt dan wel op. Het lijkt me ook wel een rot situatie voor u. Nou, meneer Wekers stapelt niet op. Want u blijft lachen erom, hè? Hij heeft goede antwoorden. Ik doe gewoon mijn werk. Er zijn ministers om minder afgetreden. Dat is een ding dat zeker is. Als je niet de volledige waarheid spreekt, zoals gold voor Verdaas zelf, dan kan dat je politieke einde betekenen. Ik wens u ook hele goede feestdagen, ook uw kijkers. Ik kijk zelf ook vaak, dus goede feestdagen, ik zeg ook tegen mezelf, maar ook tegen alle kijkers. En een heel goed 2013. Waarin wij nog veel van deze man gaan genieten. Dus het wordt een spannende laatste 36 uur hier in Den Haag. Dit gun je toch bijna je ergste vijand nog niet eens? Nee, dat gun je niemand, maar ja, tot wel bij de politiek. Het is voor Rutte maar goed dat hij nu in deze tijd in de politiek zit en niet in het bedrijfsleven. Want dan had hij de kerst niet gehaald, denk ik, met al deze opstapelingen. Dat denk ik ook. U haalt wel de kerst als premier? Zeker, en ook die van volgend jaar. Dit had ik nooit van jou verwacht.